kijkers van de UT. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Consultant.2 met Ido. Hallo, hallo! Nou, goed begin, is het halve werk, zeggen ze toch altijd? Zoiets. Ali, hallo! Maar in ieder geval, wat ga je vandaag doen? Wat gaan we vandaag bouwen? Iets. Ik heb... In ieder geval, ik ga ruimte besparen met een achtbaan. Oh. Why? Waarom precies daar boven? Je kunt iedere locatie kiezen en dan kies je gewoon precies boven op het pad. Nou, het begint alweer goed. Ik moet gelijk al begint met een achtbaan bouwen bovenop een voetpad. Maar we gaan het gebeuren waarschijnlijk ook nog even zien van hoe gaat dit makkelijk passen en alles. Ja. Nou, je moet gewoon een goede maat kopen. Daar kun je wel, die kun je heel erg fout opvallen. Ja. Maar in ieder geval, mijn houten achtbaan die doet dat eigenlijk behoorlijk goed. Mensen lopen lekker samen. Hoe lang voor foto's eigenlijk? 52. Inkomsten, damn. We hebben nu gewoon al 9. Of is dat in totaal? Nee, dan. Hè? Gewoon 9000 al verdiend? Nee. Dat is per uur. Deze achtbaan die loopt ook wel lekker snel door, dus dat scheelt. Je hoeft ze niet zo lang te wachten, dan kan iedereen makkelijk er doorheen. Ik vraag me af of jouw achtbaan dat gaat halen. Ik weet niet, maar... Ik vraag me af waar al ons geld gebleven is. Nou, ik denk in die achtbaan. Was die echt zo duur? Je hebt er 5781 euro en 50 cent doorheen gejaagd. Dus, wow! Ja. Ho. Zullen we even gaan sparen? Een beetje laat, weet je dat niet? Momenteel wil ik een typing. Typing? Wat? Een type achtbaan. Ja, no shit. Komt er nog in achter. Hoe heb ik zoveel geld erheen gelopen jagen? Dat vraag ik me ook af. Is dat echt zoveel kosten gemaakt of zo? Oké, ja, ik zie dat één achtbaan onderdeel 83 euro kost op deze locatie als je hem verder wilt bouwen. Ja, daarom. Daarom is het zo duur. Ja. Ik denk van, ik let een beetje op het geld met mijn houten achtbaan. En dan zie je mijn achtbaan. En dan... ja, dan krijg je dit soort situaties weer. Maar ik heb al wat campagnes gestart. Op het park. Oké, dat kan. Kijk eens, daar komt het doekoes. Het bezoek is klaar over de smerige voetenparen. Beginnen we dat zo klaar. Maar! Dat is... Oh, zo klaar dat we nog geen prullenbak zijn. Dat is de kwestie van de vraag, die had ik niet weet. Goed wat ik zei? Nee. Ik vind het niet zo gek, want sommige prullenbakken zijn gewoon kapot. Rino's. Kom op, 400. Boom. Er komen steeds meer mensen. Yay. 1500 bazooka's. Maar hoe gaan we meer geld zo snel komen, zodat je je achtbaan even af kan maken? Lening? Nee, daar ga ik niet aan beginnen. Het geeft alleen maar meer kosten. Je moet geld lenen om je lening af te betalen. Altijd nog. Ja, dus
Dat is heel duidelijk. Duidelijke tip. Als je dus een lening af wil betalen, moet je dus een lening starten om een lening af te sluiten. Nou komt het geld binnen. Nu gaat het geld komen. Compacte omgekeerde achtbaan. Nu gaan mensen parapluën kopen en dan komt het geld binnen. Dat is een nice. Ik heb weer bijna 1000. Oké. Okay. Nee, is 700. Dan hebben we het geld vanaf gegaan. Lonen. Volgens mij 1000. Toen zat er een 2000 alweer. 1200. Ondertussen wel, ja. En nu ga je gelijk weer geld verdorren in. Bocht kost 388 euro, ja, geen wonder. En wat er maar dat geld blijft. Ido, je moet je schaam. Ik denk dat je een probleempje hebt, Ido. Want dat gaat zo niet passen, denk ik. Oh jawel, wacht maar even. Ik heb het bedenken, dat kan ik het makkelijkst oplossen. Misschien met een S-bocht of zo. Ik ga eerst even af laten remmen. Je komt er wel. Je pakt is maar oké. Maakt niet uit. Wil het een beetje lukken? Dat is mijn vraag. Ziet het ernaar uit? Nee. Oh, druk uit de game, out of game in. Nou. Kan ik hier echt door? Is het alsof ik bijna stand in elke episode dat je. Stil, ik weet van niks. Ja, door de achtbaan, of door de looping heen. Goed idee. Echt wel een complexiteit. Dan weer een hele daling, dan remmen. Dan! Echt gewoon een complete daling naar beneden, dan remmen, dan weer een helling op, dan weer nog meer. Nog iets, en dan bochten, door een looping heen, en dan moet je er weer zijn. Dan ben je zo niet klaar bij mij, maar oké. Okay. Maakt niet uit. Er is een anti-climax aan achtbaan, is dit. Kan Giga 8-baan 1 niet testen? Baan vormt geen volledig circuit. Bij mij wel. Ja. Nou ja, dat maakt op zich niet uit. Volgende ding is dat wel gefixt, denk ik. Dus jij moet zeggen of het nou goed is of niet. Dus ik ben er niet vanaf. Oh, haalt de eerste heuvel nog niet eens. En nu wil dat weer niet passen, hè? Dat is ook altijd zo'n lastig probleem. Jawel. Oh, eerste heuvel was 18, tweede heuvel was 8. Ja, nee, dat was het natuurlijk niet. Hey, wat? Dat werkt zo niet, hè? Ja, dan moet je. Jawel, kan wel. We moeten de neerwaartse helling harder gaan dan de opwaartse helling. Ja, oké. Okay.
Ga eens even zien. Hoe moet je zitten bij met onze pak? Oké, hij draait. Maar je kan omkomen, hij haalt het. Huh? Als ik hem open zeg, gaat hij automatisch sluiten. Fuck. En nu is het echt de hele tijd dat ik verder moet met de constructie zonder gier 8. Oh, omdat jij van mij niet goed gesynchroniseerd bent, kan ik het.